Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen. Dat de Heilige Geest, de gids van Israël, de gids van het nieuwe Israël, dat, het kerk van, dat de kerk van de Heer Jezus is, dat Hij komen in jullie lijden volgens zijn wil. Dat dat gebeurt in uw leven en in het leven van ieder van ons dagelijks. Want... Alleen wanneer wij geleid worden door de Heilige Geest, kunnen wij in feite de wil van God doen. En wanneer wij Gods wil doen, dan hebben wij, zolang wij Gods wil doen, dan zal Hij onze Heer zijn. Hij zal werkelijk onze Heer zijn. Hij is niet de Heer van degenen die Hem niet dienen. Of beter gezegd, Hij is niet de Heer van degenen die niet zijn wil doen. Hij is alleen maar de Heer van zij die Hem dienen. En hoe kunnen wij Hem dienen? De Heer Jezus zei, niet iedereen tegen mij zegt, de Heer, Heer, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is, is degene die de wil doet van mijn Vader. Bischof, ik vraag u één ding. Wat is de wil van de Vader? Wat is de wil van God? Hoe kan ik in de wil van God zijn? U weet bijvoorbeeld dat de rijke jongeling de Heer Jezus benaderde en tegen hem zei: Goede meester, wat moet ik doen? Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Als u, en dit is een beslissing van ons, dit was zijn beslissing. Als u het koninkrijk de hemel wilt ingaan. Als u wilt ingaan, dan is het uw beslissing. Het is persoonlijk. En alleen u kunt beslissen daarvoor. Ja of nee? Wanneer u beslist van wel, dan wilt u tegen de Heer Jezus zeggen: met andere woorden, ik wil uw dienaar zijn. Want ik wil. In het koninkrijk komen, waar u de enige Heer bent. In feite, bent u de enige Heer in de gehele aarde, het gehele universum, over de gehele wereld, over de gehele schepping. Bent u de enige Heer. Dus ik wil in het koninkrijk van de Heer ingaan en u blijven dienen, en een dienaar van u blijven. Dus zo van zo wonderbaarlijk. U blijft dienen. Dus hij zei, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Ik wil in het koninkrijk komen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Dus hier is tegen hem. Maar wilt u tot het leven ingaan, dus het eeuwige leven, neem dan. De geboden in acht. Hij zei tegen hem: Welkom. Zijn er zoveel geboden? Jezus zeide: U zult niet doden. Ik dood niemand. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En u zult uw naasten liefhebben als uzelf. Dat is de wil van God voor de wil van ieder van ons. Wist u dat? Gods wil doen is niet het evangelie preken. Het is niet simpelweg een pastor zijn. Het is niet een meester zijn in het prediken of een theoloog zijn. Gods wil doen is dat u uw naaste behandelt zoals u zichzelf behandelt. Daar zit het verschil. En dat is de liefde voor de naaste. En het is duidelijk dat zodat wij onze naaste kunnen lief hebben, zoals de Heer Jezus hier zegt, zoals hij hier duidelijk maakt, u zult niemand doden, dus u zult niet doden, dus u zult geen overspel plegen, maar geen overspel plegen. U zult niet stelen, dus niemand bestelen. U zult geen valse getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder en uzelf. U zult uw naasten liefhebben als uzelf. Dus wat u voor uzelf wilt, moet u ook voor uw naaste willen. Dus eerst God. Dat Hij geliefd wordt door alle kracht. Door alle hart. Door geheel begrip. Door geheel uw ziel. En vervolgens uw naaste als uzelf liefhebben. Dus wat ik voor mezelf wil, dat is ook wat ik voor mijn naaste wil. Nou. Je zult dan zeggen, bischop, dat is heel moeilijk. Ik zou zeggen dat het bijna onmogelijk is. <laughs> het is onmogelijk wanneer men niet het zegel van God heeft. Wanneer men niet de geest van God heeft. Wanneer men niet de aard van God heeft. Wanneer men niet, van heeft, wanneer men niet DNA van God heeft. Dus wanneer men niet van God is, wanneer men niet een zoon of een dochter van God is, dan is het onmogelijk om Hem te dienen. Onmogelijk. Want Hij zegt hier, u zult niet doden. Kijk, ik dood niemand. Maar als u iemand haat, dan bent u die persoon al aan het doden. Wist u dat? Alleen al in het feit dat u iemand haat, bent u een moordenaar. Want hij zegt hier, u zult niet doden en haten is doden. U zult geen overspel plegen. Goed, misschien pleegt u geen overspel. Ik pleeg geen overspel. Maar als wij naar een persoon kijken met verlangen, met begeerte, met de intentie, met een slechte intentie, dan is dat al overspel met die persoon plegen. Zo is het beste vriend. Het is heel sterk. Moeilijk? Huh. Heel moeilijk. En dan zegt hij: U zult niet stelen. Dat wil zeggen: U mag niet stelen. U mag niet beroven. U mag niet iets in bezit nemen dat van een ander is. Dat is een zonde. Dat is een belediging. Tegen de wet van God, tegen de gerechtigheid, tegen de integriteit. Het is iets heel slecht, verschrikkelijk, wreed. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis geven. Jongen, jongen, dat is wat er het meeste bestaat in de rechtbanken. Dat is wat er het meeste bestaat, dat er mensen zijn die valse getuigenissen afleggen. Maar wat gaan we doen? hier uw vader en uw moeder. Bischop, ik heb geen vader of moeder. Dat kan waar zijn. Misschien heeft u geen ouders. Maar, u dient de ouderen te eren, alsof zij uw vader en moeder zijn geweest. En hij staat hier. Dit is echt heel moeilijk. Het tweede vrolijk verbod is heel moeilijk. U zal en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wat betekent het om uw naaste lief te hebben als onszelf? Wat wil ik voor mezelf? Hoe behandel ik mijn leven, mijn lichaam? Hoe ga ik met mezelf om? Ik eet. Ik drink, ik slaap, ik kleed me aan, ik zorg voor mezelf, ik leef in vrede. Kortom, ik zoek naar het beste voor mij. En natuurlijk, als ik het beste voor mij wil, als ik mijn naaste wil liefhebben, dan zal ik mijn naaste behandelen. Wie is mijn naaste? De man, de vrouw, de zoon, de dochter, de ouders. De buurman of de buren, mijn collega's, klasgenoten op de universiteit, mensen die dicht bij u zijn, als u bijvoorbeeld in de bus bent, in de trein of in de metro. Alle mensen die naast ons zijn, die moeten wij liefhebben, alle mensen moeten wij liefhebben. Zoals wij onszelf lief hebben. We willen het beste. Vroeger. Vroeger, heel lang geleden. Nam ik de bus. En als er een oudere man of een oudere vrouw was. Iemand ouder dan ons. Die stond. Dan stonden wij vanzelfsprekend op. En gaven wij onze plaats aan die persoon. Vandaag de dag zie je dat niet meer. Vergeet het maar. De mensen maken zich niks uit. Er zijn mensen die zich niks kan uitmaken wat er met hun naasten gebeurt. Het is zo verschrikkelijk dat iemand ooit tegen mij zei: Bisschop. De bisschop die zorgde voor. Bisschop Domingos, die verantwoordelijk is voor een bepaalde plaats. En hij zei tegen mijn bischop: Er is een brug hier in de stad. Dat wanneer er iemand zelfmoord wil plegen, iemand wil van die brug afspringen, dan stopt het verkeer. Niemand gaat door. Dus iedereen wacht totdat de autoriteiten komen en voor dat probleem zorgen. Maar hij zei tegen mij: u moet ze eens zien. Hoe er mensen zijn die schreeuwen, spring snel, ga snel, dood jezelf snel, ik wil naar mijn werk gaan. Dat is de geest van de wereld, de haat. De geest van het kwade. De geest van de zonde. De geest van het dienen van de duivel. Dat is de waarheid. Dus wanneer ik spreek over het dienen van God, als wij onze naasten niet dienen, als wij niet het beste van onszelf aan onze naasten geven, dan hebben wij God niet lief. Dan dienen wij God dus niet en kennen wij hem dus niet. De Heer Jezus zei: Dat aan het einde der tijden, voordat hij zal terugkeren, de liefde zal verkillen. En dat is wat wij vandaag de dag zien. Een koude liefde, vreed, slecht. Zo pervers als de duivel zelf. De liefde die de wereld biedt is zo vreed als Satan zelf. Want de mensen, het kan hun niks meer schelen wat er met de ander gebeurt. Trouwens, als er een ongeluk plaatsvindt, wil iedereen die aan het rijden is, langzaam rijden. En als het kan, stil blijven staan om te zien en te kijken naar het leed. Naar degenen die in ongeluk zijn, daar helemaal in stukken zijn. En als men een foto kan maken, dan nemen ze een foto om op social media te plaatsen. De vreedheid is tastbaar. In deze laatste tijden. En dat is een van de tekenen, een van de grote tekenen van de terugkomst van de Heer Jezus. Dus deze verplichtingen. waar de Heer Jezus over spreekt, die wij dienen te doen, die wij dienen na te komen. er zijn uitingen van liefde: niet stelen, niet doden, geen overspel plegen. Geen vals getuigenis geven. Uw vader, vader en moeder eren. We zien vandaag dag kinderen die hun ouders doden. Ouders die hun kinderen doden. Kortom, het is een hel. En uw naaste liefhebber als uzelf. En dit hier. Dit niet doen, dat niet doen, zus niet doen. Wat de Heer Jezus zegt. En dit is een teken. Een duidelijk teken. Dat Hij nabij is. God zij dank. Dat de Heer Jezus nabij is. God zij dank. En ik zou zeggen: God zij dank met volle hart van blijdschap. Want, beste vrienden en vriendin, om het eeuwig leven te beërven is niet voor een ieder, het is alleen voor degenen die dienaren zijn van God. Die dienen volgens zijn heilige woord. Niet dienen door een bepaalde liefdadigheidswerk te verrichten voor bepaalde mensen. Iets liefdadigs doen om een beetje het geweten te sussen. Nee. De Bijbel zegt dat de, de dienaar van de zonde is een slaaf. En hij zal niet stoppen om een slaaf te zijn, ooit. Tenzij hij zijn leven overgeeft aan de Heer Jezus en zegt, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, maak van mij uw wil. Laat uw wil gedaan worden in mijn leven. Want als u uw wil niet doet in mijn leven, neem dan mijn leven, want dan wil ik het niet meer. Ik wil niet meer blijven leven dan. Dus wanneer de persoon eerlijk en oprecht is. en op duidelijke wijze spreekt. op transparante wijze. en toont dat die persoon werkelijk God wil dienen. dan komt de Heilige Geest over die persoon. Ook al dient die persoon de zonde. Dus, beste vriend en vriendin. De Heer Jezus zegt dat de dienaar. De slaven zal niet voor eeuwig in het huis blijven. Hij zal spreken over de slaven van het kwaad. De slaven van deze wereld. De slaven van Mammon. De slaven van de zonde. Maar die zon, die slaven, die dienaren van God. Die de wil van God doen. En dat is natuurlijk. Voordat zij dienaren zijn, zijn ze kinderen. Zijn ze voortgebracht door de Heilige Geest. Werden zij voortgebracht uit water in de Heilige Geest. En dat is een van de redenen waarom Paulus zegt, dat wie niet de geest van Christus heeft, die behoort hem niet toe. Het is precies het daardoor. Want wie niet uit God geboren is, kan niet de geboden gehoorzamen. Heeft geen kracht, heeft geen condities. Want alleen de Heilige Geest kan en zal iemand leiden, de kinderen leiden, om Hem te dienen volgens Zijn wil. Heeft u begrepen, beste vriend en vriendin? Ziet u hoe moeilijk het is? Iedereen zegt, oh heren, heren, oh heer. En mensen zingen, en mensen verheugen zich in de kerk, en dansen, en vallen neer, enzovoorts. Evangelische muziek. Is niet meer evangelische muziek, nu is het gospelmuziek. De mensen genieten van het geloof in de Jezus alsof zij dienaren waren van Hem. Maar in feite, daarbuiten, thuis. Hun naasten, zij dat man of vrouw. De vrouw onderwerpt zich niet aan haar man. De man houdt niet van zijn vrouw. De ouders respecteren niet hun kinderen. De kinderen respecteren niet hun ouders. Dus, ten eerste, binnen het huis van die persoon zelf, die persoon die zegt dat hij God dient, die demonen uitdrijft, die genezingen verricht, wonderen verricht, die Heer, Heer, zegt: deze persoon binnen het huis is een last. En op het werk probleem met collega's, is jaloers, heeft haat, creëert ruzies, spreekt niet met die persoon of die persoon, vervloekt zijn baas, scheldt zijn manager uit. Dat is de wereld waarin wij leven. De wereld waar de mensen in leven is een wereld van leugens, van bedrog, van ellende. En het heeft niets met God te maken. Want wat met God te maken heeft, wie met de Heer Jezus te maken heeft, in feite, heeft zijn naaste lief, wilt het beste voor zijn naaste. Dat is het, beste vriend en vriendin. Dus u bent iemand die in de kerk, heeft uw hand omhoog, bidt u, haalt u. U haalt tranen met tuiten. En u voelt die emotie. En u bent God aan het aanbeden en aan het loven. En u denkt dat dat is de Heilige Geest. Nee. Dat is het niet, beste vriend en vriendin. Want wanneer u thuis komt, dan onderwerpt u zich niet aan uw man of houdt u niet van uw vrouw. U beschouwt die persoon niet. Respecteer die persoon niet als uw vrouw. Als de vervanger van uw moeder. En u, mevrouw, u beschouwt uw man niet als de vervanger van uw vader die voor u zorgt. En dan is het een hele rommel buiten de kerk. Maar binnen de kerk kennen ze de Bijbel. Van kaf tot kaf kennen zij de, de hoofdverzen. En blijven ze spreken en praten. En zeggen ze dat ze geestelijk zijn, maar God weet. U weet. God en u weten wie u bent. En dan zegt u zo, maar nee, ik heb de Heilige Geest. Ik spreek in tongen. De Duivel spreekt ook in tongen, wist u dat? De Duivel spreekt elke tong. Beste vriend en vriendin. De Heer Jezus zei. Niet ieder die tegen mij zegt, Heren, Heren, zal ingaan. In het koninkrijk der hemelen. Niet in ieder. Evalueer uw leven. Ik ben hier niet om de vinger naar wie dan ook te wijzen. Want als ik de vinger wijs naar iemand, dan zou ik vanzelfsprekend vier vingers hebben die naar mij wijzen. Dus, ik ben hier niet om wie dan ook te oordelen. Ik ben hier om het woord van God te onderwijzen en als de Heilige Geest de woorden gebruikt, mijn woorden gebruikt, om tenminste één persoon te redden die nu naar mij luistert, dan zal ik God loven. Ik zal het dolgelukkig zijn. Ik zal een succesvol persoon zijn. Want, ik zeg met alle oprechtheid, tegenover God, hetgeen wat ik het meeste wil doen is mijn vader dienen. Doen wat hij wil dat gedaan zal worden. En God zij dank heeft hij mijn droom vervuld. Dus daarom ben ik hier elke heilige dag aan het streven om aan de mensen te geven hetgeen dat God mij gegeven heeft. En dat is wat ik voor u wil, tenminste. Ik wil dat u, tenminste, het minimale. Is dat u zult hebben wat God mij gegeven heeft. Wat God beloofd heeft en vervuld heeft in het leven van degene die in Hem geloven. En ik wil dat u het beste zult hebben. Maar ik kan niet voor uw leven beslissen. Zodat u kunt komen en zeggen, heren, Heer, moet u eerst een dienaar van Hem zijn. Als u geen dienaar bent, en om een dienaar te zijn, moet u uit God geboren zijn. De Heilige Geest. Daarom, beste vriend en vriendin. Heb ik op deze toon blijven hameren: dat de mensen de Heilige Geest moeten ontvangen. Want als zij niet de Heilige Geest ontvangen, dan kan er een tijd komen: op het laatste moment van hun leven dat die persoon tegen de Heer Jezus zegt: Net zoals die dief van het kruis: Zeg, Heer. Herinner mij. En de Heer Jezus zei: Vandaag nog bent u met mij in het paradijs. Ter plekke antwoordde de Heer Jezus: Direct. Dat allen deze kans zullen hebben. Dat er een moment komt dat ze zeggen: Heer, herinnert u mij. Maar u hoeft niet, pff, u hoeft niet vlak bij de dood te zijn om deze ontmoeting met hem te hebben. U hoeft zich alleen maar over te geven. Verlaat uw zonde. U hoeft alleen maar, het is niet genoeg alleen maar om uw leven op het altaar te zetten. Maar uw gedachten blijven buiten. En blijven denken aan uw minares. Een leven van corruptie, van bedrog, van misleiding. Een leven dat vies is. Het baat niet dat u het werk van God doet ten opzichte van de mensen. Maar in uw binnenste bent u niet van God. Dat God met u spreekt, beste vriend en vriendin. Die dezelfde situatie aan het bed meemaken zoals deze rijke jongeling. Die zei: Goede meester, wat, moet ik, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Wat moet ik doen? Dat de heilige Geest u lastig blijft vallen constant. En u geen rust geeft zolang u nog niet dit hoofdprobleem hebt opgelost. Want zolang u niet God dient, zult u de zonde blijven dienen. En de geest van de zonde zal dan in staat zijn om te heersen in uw leven tot het moment waarop u tot het punt komt te zeggen: Heere God, ik ben moe om mezelf te zijn. Neem mijn leven. 100%. Mijn toekomst, alles. Goed. Wat zegt u? Let goed op. Op de woensdagen vandaag is het de dag om te bidden voor de zieke mensen, de behoeftigen. Vandaag is de dag van genezing en bevrijding. Maar morgen, woensdag, is het de dag waarop wij de mensen zullen brengen in lijden. Om de dood met de heilige geest te ontvangen. De heer Jezus stelde de kerk in. Zodat zijn volk. Hun batterij zou opladen. Is het niet wat u doet? Elke dag doen we dat. Laden we de telefoon, batterij van de telefoon op. Kortom van alles wat we gebruiken. Toch? Wanneer u naar de kerk komt. Dan komt u. Om uw batterij. Op te laden. Uw geestelijke batterij zodat u niet de visie zult verliezen van Gods wil voor uw leven. God zegent u. En tot morgen in de naam van de reis. Oh, trouwens, ik ben vergeten. 25 juni. Vandaag is het 6 juni. 25 juni. Zullen we beginnen met de vaste van Daniel. Voor degenen die geïnteresseerd zijn om de dood met de Heilige Geest te ontvangen. Ik zal hier meer over spreken. We deze dagen goed. God zegt u en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.